Met een stralend saluut begroette een blusboot van de Amsterdamse brandweer de Britse jager Norfolk, toen deze voor een bezoek van 5 dagen het IJ opvoer aan het hoofd van een uit 10 schepen bestaand permanent NAVO-smaldeel dat belast is met de bewaking van de Atlantische Oceaan en de Noorse wateren. De modern uitgeruste oorlogsbodem is momenteel het vlaggenschip van de vlooteenheid, waarbij verder Duitse, Canadese, Noorse, Deense, Portugese, Nederlandse en Amerikaanse schepen zijn ingedeeld. De Norfolk voert in een hangar op het achterdek een helikopter mee. Vlag vertonen of niet, het gerommel van de maag moet gesust worden. En dat gebeurt degelijk. Met lichtsignalen werd de Amerikaanse F-40 opgeroepen langzij de Norfolk af te meren. Een manoeuvre die door Captain Canning van de Royal Navy met enige skepsis werd gadegeslagen. De Amerikaanse oorlogsbodem, die vrijwel net zo lang is als de Norfolk, lag nog nauwelijks vastgemeerd toen het Nederlandse fregat Isaac Sveers in de haven arriveerde. Het verblijf van de schepen in Amsterdam was een korte onderbreking van de surveillancetaken van het smaldeel in de Atlantische wateren.